alle mensen van de Gamers op de dag. Een kleine waarschuwing voordat jullie Crash Bandicoot gaan kijken. Het beeld is een beetje raar omdat ik het met OBS heb opgenomen. En daarbij heb ik even vergeten geen rekening mee te houden. Dus sorry daarvoor. Maar verder vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren. En, ja. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Crash Bandicoot. Dus ja, sorry dat het beeld even raar is. De volgende keer ga ik dat aanpassen in de instellingen. Sorry daarvoor. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Dus abonneer op DusGamerZone80. En tot de volgende keer. Laat eens. Hallo mensen van DusGamerZone80. Welkom terug bij een nieuwe Crash Bandicoot. Sorry dat er 2 weken geen video's zijn geweest. Er kwam wat tussen. En mijn opnamesprogramma doen niet. Ik neem dit nu op met OBS. En zoals jullie zien, jij staat op een rare plek. Waar ik van de lijst heb gesaved, kan ik doorgaan. Dus hopelijk redden we het nou wel in één keer deze level. Het is een vrij moeilijke level. En nou ja. Jullie hebben volledig scherm, ik niet, dus hou daar ik ook rekening mee. Dus we gaan verder aan mijn waarde. En ik heb even een klein stukje getest. En ik ben achter iets gekomen. Dat je hem gewoon kan doodmaken, die het alleen. Hey, hallo, waar ben ik nou? Ik ben mezelf. Ja, ik wou zeggen. Ik was mezelf helemaal kwijt. Oh, zo. Dat was een safe. Dus ik heb mijn eigen gered. Dat is iets. Kijk, dat is irritant aan deze level. Ik snap die patroon niet. We zijn er voorbij mensen. Ja, dus niet. We waren er dus voorbij mensen. Ah, kijk, daarvoor was dat dus. Dat ik er zelf nog eigenlijk achter ben gekomen. Wat zie je daarvan? Ja, dat was ook niet zo slim. Was weer te snel. No, op, op. Even het patroontje door hebben. Ja, die. Ja. Nee. Ja, ik denk dat ik dit weer niet ga redden. Als ik het weer niet ga redden, mensen, dan. Mensen, nou, ik stop hem hier eventjes. Ik ga deze level even op mijn eigen tijd doen. En dan zie ik jullie zo weer terug. Nou, mensen, welkom terug. Ik heb de level even in mijn eigen tijd gedaan. We zijn daarbij Kaolia Kron. En we gaan hier dan verder. We zijn voorbij die. Was een kut level. Oh, we moeten nou tegen die grote beer. Zeg maar, die vijand.
ik weet in grote naam hoe die werkte. Oh ja, ik weet hem alweer. Oh, oké. Ja. Dat was leuk. Ja. Dat kan ook, loop in lava. Ja, dat is nog best wel lastig. Dan gaat hij lopen ermee. Oké. Jop. Jop, jop. Bakken. Kom. Yep. Ah, mijn karretje. Met je kolen. Want je krijgt hem erg die kistjes. Mijn karretje uit de weg. In. Voor je mouw. Oh. Ik krijg een dubbele. Dat kost me een maskertje. Nog één keer raken. Laten we hopen, maar hij gaat. Nou, je gaat. Oeh, steeds sneller. Ja! Net eentje. Zodra hij dit gaat doen, dan komt er een steen die je niet. Dan. Kijk, raakt hij zijn kracht kwijt. En de rest van die stenen kan je in principe gewoon kapot hakken. Alsjeblieft. Even een. Ja. Te lang mee gewacht. Kom op. Ja, dat was mijn eigen schuld. Ja, ben ik mijn karretje. Tien ik mijn karretjes. Oh,
Ja, maar nu heb ik alleen geen masker meer. Dus als ik nou een fout maak, ben ik echt de dure sigaret. Op hoop van zegen. Oh, Ebbes! Zo doe je dat. En we gaan naar het derde eiland. Oh, je hebt nog een vier. Ik dacht dat je... Nou. Oké, het doet even heavy machinery. Hallo? Volgens mij loopt de immolator er vast. Nou mensen, dan stop ik hier de video. Dan gaan we de volgende keer verder met heavy machinery. Ik moet even dan denk ik even in mijn vrije tijd Conglo King hupplepup verslaan. Nou, vergeet niet te liken, te abonneren op Dungeon Games 180. En tot de volgende keer bij een nieuwe video. Laat eens.